Dag kijkers. Woensdag 15 maart 2023 zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten in Nederland. En jullie weten wel dat de Provinciale Staten van daaruit wordt weer de Senaat gekozen. Dus de eerste Kamerleden die worden door de provincies weer gekozen. Dus indirect hebben we daar iets van te verwachten. Wat mij betreft niet zoveel, want ik zeg al eerder, we hebben een ceremoniële democratie. Je mag er wel heen gaan, maar het levert niet zoveel op. Wat in mijn ogen veel meer oplevert dan het stemmen zelf, is om de telling bij te wonen en erop toe te zien dat wie er wel heeft gestemd, dat die stemmen ook eerlijk worden verwerkt. Dat is toch maar helemaal de vraag of dat plaatsvindt. We hadden destijds een hoop kiezers die herinneren zich dat niet eens omdat ze er niet bij waren. Maar we hadden ooit eens stemcomputers die je dus in de kiesbureaus tegenkwam waar je dus je stem kon geven. Totdat de oprichter van Access for All, het internetbedrijf, Rob Gongrijp, op eigen kosten en met veel moeite, voor 100.000, en dan weet ik niet of het gulden of euro's waren, voor 100.000 heeft hij zo'n stemcomputer weten te bemachtigen, om daarmee aan te tonen dat die systemen lek zijn als een mandje. Gehackt kunnen worden, dus ook gemanipuleerd, waardoor je dus geen eerlijke uitslag zou kunnen krijgen. Eigenlijk is dat een taak voor de kiesraad om daarop toe te zien en om ervoor te zorgen dat we ook eerlijke verkiezingen hebben. Maar ja, zoals met computerdingen wel vaker gebeurt, heeft niemand er verstand van en gaat daar een hoop mis. Is het nou goed? Nee, is nog steeds niet goed. Er was op een gegeven moment in een van de televisieprogramma was er een hacker die ook vertelde dat een later systeem, dus waarbij de computer alle papieren stemmen, dus die van de stembureaus kwamen op de oude manier, moesten die weer in een computer ingevoerd worden. En dat systeem was ook weer lek. Was ook weer gevoelig voor manipulatie. En we zijn er nog steeds niet. Arjen Kamphuis, daar is ook nog een interviewtje mee. Die heeft ook ontdekt dat de verwerking in de computers van de stemmen, dat het daar misgaat. Of kan misgaan, beter gezegd. Oké. We mogen ervan uitgaan, omdat die kiesraad is, heeft het eerder laten afweten. We moeten er niet zomaar even van uitgaan dat de verkiezingen eerlijk verlopen. En daarom ondersteun ik een initiatief waarvan ik het afgelopen weekend gehoord heb. Dat heet Alle kiezers tellen mee. Dit kaartje. En er is een website. controle-verkiezingen.nl controle-verkiezingen.nl. Ik wil me daar gaan aanmelden om in de lokale kiesbureau hier verderop, oud schooltje, tenzijde dat weer veranderd hebben, om daar dan mee te melden, zo, ik geloof tegen 9 uur of zo. En dan rond de klok van 10 uur, nee, rond de klok van 12 uur weer thuis te zijn. Het kan een latertje worden, maar je doet hier meer mee dan met het stemmen zelf, is mijn overtuiging. Want ik zou niet weten waar ik op moet stemmen. Mijn gedachten over verkiezingen die kun je terugvinden in Hendrik Losdop 56a. Die gaat over de verkiezingen van 2017, Tweede Kamer verkiezingen. Dan leg ik dat gewoon uit hoe ik dat allemaal zie. Maar ik verval anders in herhaling. En ja, het waren oude verkiezingen, maar het principe leg ik daar uit. En pas na die uitleg heb ik het even over de kandidaten.
En daar kun je afhaken. Goed. Dus, mijn oproep is, meld je ook aan voor de stemmentelling. Het is om vast te stellen wat de voorzitter uiteindelijk dan aan telling heeft. Voor welke partijen hebben hoeveel stemmen gekregen. Dat ga je daar vaststellen en dat kun je dus na afloop weer indienen bij de initiatiefnemers van dit. Alle stemmen van alle kiesbureaus bij elkaar gaan uiteindelijk natuurlijk wel weer ergens in een computer. En dan is het interessante of datgene wat dit initiatief bij elkaar telt overeenkomt met de computeruitslag van overheidswegen. En dan zien we of die verkiezingen op dat vlak eerlijk zijn geweest. Want je moet je ondertussen nog wel afvragen of het op andere vlakken niet ook al gemanipuleerd wordt. En voor de goede orde, kijk, die kieswijzer, die kun je invullen. Nou, waarom? Ik bedoel, dat blikt toch altijd in de toekomst en dat houdt zich vast aan verkiezingsprogramma's. Die gaan de avond van de uitslag al de papiersnipperaar in. Je kunt veel beter terugkijken. Dat heet partijgedrag.nl. Partijgedrag.nl staat onder Hendrik Lostop 56a, die website. En er is nu ook echtekieswijzer.nl. En die was de afgelopen dagen uit de lucht. Wat is hier nou weer aan de hand? Nou, we weten uit Amerika dat tegenwoordig verkiezingen goed gemanipuleerd worden. Nou zijn wij hier niet Amerika. Dus ik heb de goede hoop dat het hier niet zo bond wordt als daar. Maar we moeten er wel wat voor doen. En dat kan dus nu met dit initiatief. Dus controle-verkiezingen.nl. Meld je aan. Doe mee met de telling. En stuur hem dan in. Dat was het.